Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering praten we met minister Amara Madin van Volksgezondheid over de recente ontwikkelingen wat betreft het COVID-19 virus. Minister, welkom in Gesprek Met. De afgelopen tijden hebben we gemerkt dat er weer een toename is in het aantal besmettingen. Wat zijn nu de stand van zaken? Ja, we hebben inderdaad de afgelopen periode de situatie gemonitord vanaf eigenlijk het uitfaseren. Je weet dat we per 1 april zowel de maatregelen als ook de zorg in de ziekenhuis hebben afgeschaald. Dit op basis van de gunstige epidemiologische situatie, dus de cijfers, besmettingen, etc. Maar ook het feit dat met de laatste bevestigde variant, dat is Omicron, het bekend is dat het wel hoog besmettelijk is, maar bij zeker gevaccineerde personen niet leidt tot de nodige complicaties, dan wel opnames ofwel zo ernstige sterfte als we hebben gezien bij Delta, bij Gamma en andere varianten. Dus we hebben inderdaad de situatie gemonitord en ik moet zeggen, we hebben gezien, ook in de samenleving, mensen zijn in principe, hebben de maatregelen die er waren ook geaccepteerd. We zijn verder gegaan. COVID-19 bleef natuurlijk altijd een dreiging. Zo werd er altijd bij mensen die opgenomen werden in het ziekenhuis getest. Personen met suspect klachten ook getest. En in de afgelopen periode hebben we ook gezien in de wereld, in de ontwikkeling van het virus, dat er 7 tot 9 subvarianten van Omicron boven water zijn gekomen. Dat betekent dat het virus in een constante strijd is met in principe de wetenschap. Omdat de wetenschap juist tracht het virus te elimineren door bijvoorbeeld vaccins te ontwikkelen. Vaccins die het virus in principe weten te remmen. Maar het virus probeert dus weer uit die slimmere sets te gaan maken om weerstandsreacties eigenlijk te ontwijken. Dus zo moet je het zien dat het een constante battle is en op een gegeven moment gaan er dus subvarianten ontstaan. Vooralsnog hebben deze subvarianten nog niet aangetoond dat ze mensen heel ernstig ziek kunnen maken. Wat we wel zien is dat ze nog steeds even besmettelijk blijven. En dat verklaart ook dat we in delen van de wereld, als je gaat kijken in de regio Amerika's, Azië, dat er weer langzame stijgingen in Europa, merken we, langzame stijgingen zijn. Zelfs in landen waar er een hoge vaccinatiegraad is. Dit geeft aan dat wij nog steeds bedacht moeten zijn op coronagolven, dan wel COVID-19 golven van besmetting. En dit is ook reden waarom wij recentelijk als regering, op advies van het OMT, Outbreak Management Team, weer hebben geadviseerd en eigenlijk benadrukt, want het was altijd de advies. Het was van een plicht, de mondkapjesplicht. Nu zouden we niet zo zitten. Maar de mondkapjesplicht was omgezet naar een dringend advies. En nu hebben we het benadrukt. En benadrukt niet alleen voor mondkapjesplicht in het algemeen. Als je buiten loopt, is het geen probleem. Maar we zeggen, ze is slecht geventileerde ruimte en bij grote samenkomsten. Dat we adviseren dat u dat weer opzet. Omdat, hoe dan ook, het is bekend hoe de besmettingsroute is van het virus. Dat is via druppelinfecties. En we krijgen dan in principe bij slecht geventileerde ruimte dat het virus blijft circuleren. En dat mensen daar bij het inademen besmet kunnen raken. En bij samenkomsten waar er geen grote samenkomsten waar je geen fysieke afstand kan houden, dat je toch het risico verkleint om besmet te raken. En dat is in de benefit of all, want je wilt liever niet besmet zijn. Je wilt niet ziek zijn. We zijn niet bang als je gevaccineerd bent dat je ernstig ziek wordt, maar het is ook niet fijn om ziek te zijn. Dus we willen liever hebben dat COVID-19 zo snel als mogelijk niet meer bestaat, maar het is een gegeven en een feit dat we gewoon met COVID-19 verder moeten gaan leven. We merken dus in de afgelopen maand, oktober, dat we een aantal personen hebben gehad die inderdaad opgenomen zijn. Dat is altijd het geval geweest. Het is niet zo dat patsboom per 1 april niemand meer COVID had. Ja, misschien denken mensen dat, maar dat is niet zo. We hebben nog gisteren hier overleg gehad met BOG.
Er wordt nog steeds geswapt bij het BOG. Als je op de hoek kijkt bij Rode Kruislaan en de Gravenbergstraat, is er een speciale swapunit opgezet. De diensten waren afgeschaald. Dat betekent nu dat wij een plan hebben om weer op te schalen. En niet alleen op te schalen, maar zeker in place te hebben, een aantal zaken. Je kan nog steeds vaccineren. We hebben Sinopharm vaccins die nog goede geldigheid hebben bij het BOG. We hebben een swapunit bij het BOG. Bij de ziekenhuizen wordt er geswapt voor de personen die worden opgenomen. Dus daar kunt u niet terecht om te gaan swabben. Maar u kunt wel bij het BOG terecht bij de swapunit om, indien je klachten hebt, en er komt vandaag een berichtje ook vanuit Volksgezondheid, welke groepen nog steeds moeten gaan swabben, dat je wel kan gaan swabben. Dus we swabben nu ongeveer 40 personen per dag. Dat zijn mensen die zich aanmelden. Dat is gisteren de update van de directeur van BOG. De bedoeling is dat we mensen moeten blijven stimuleren om te swabben als ze dat nodig vinden. Als ze heel erg ziek zijn of op advies van de huisarts of van een medicus, dat men wel kan gaan swabben. Dus die dingen moeten we in place. We hebben nog genoeg testen, we hebben nog genoeg vaccins. We zijn ook bezig met een nieuwe partij vaccins uit het buitenland, uit Nederland met name. En we moeten daar rekening mee houden dat dat nog steeds een dreiging zal blijven. Er zijn ook personen overleden in oktober, helaas, 3 personen. En we hebben ook mensen gehad op de afdelingen die opgenomen zijn. U moet het ook zo zien dat er ook mensen gewoon worden opgenomen voor een geplande operatie. Bijvoorbeeld een mevrouw wordt opgenomen voor een baarmoederoperatie. Maar komt misschien met COVID ook binnen het ziekenhuis. Ja, dus daar zijn er ook richtlijnen voor. Het ziekenhuis weet ook hoe ze daarmee moeten omgaan. Dus zo kan ik dus aangeven dat wij inderdaad merken dat ook Suriname, ook als je kijkt naar de buren van ons, in Frans-Guyana, dat er inderdaad weer een lichte stijging is en dat wij zeker niet bespaard zullen blijven van deze toename infecties. Is het nu al zo of zullen jullie in de komende weken besluiten welke ziekenhuis de COVID-patiënten zal opvangen of gaan alle COVID-patiënten nu nog naar één ziekenhuis? Dus kijk, de situatie is nu heel anders dan in het begin van de COVID-19-golven. We hebben inderdaad Wanica ziekenhuis gehad als COVID-dedicated hospital. Later, zeker bij de volgende golven, die steeds groter en groter werden, was het ook noodzakelijk om andere ziekenhuizen in te zetten. Ook de zorg werd meer verplaatst. Waar we eerst IC hadden in Wanica, is de intensive care toen opgezet in AZP. Ook Slans had de intensive care. En andere ziekenhuizen hadden cohortafdelingen, dus verpleegafdelingen. Dus dat zeg ik net, bij deze variant, bij Omicron, is het nog niet gebleken dat we hele grote groepen personen opgenomen worden. Dus je hebt, kijk, het verschil met die vorige golven was dat je geen tijd had. Je had geen tijd. Er waren dagelijks 100 plus besmettingen, u weet het nog, zelfs 200 besmettingen. En een aanzienlijk deel daarvan werd ook echt ziek. Ik heb ook zelfs 2 maal COVID gehad, ik moest 1 keer worden opgenomen, de andere keer hoefde dat niet. Maar je moet je voorstellen, bij zo'n groot aantal personen met andere varianten die veel meer ziek maakten, had je geen tijd om na te denken. Ik kan hier in dezezelfde kamer, hier hadden wij haast elke week overleg met ziekenhuizen, met het outbreak management team. Wat is het plan? Wat is het opnameplan? Wat doen we? En dat heb je, die druk is er nu niet om daarop. Dan zeggen dat je je daarover zorg hoeft te maken. Er zijn wel genoeg plekken, opnameplekken. We kunnen zo het Wanica ziekenhuis bij wijze van spreken weer ready maken. Het is ready. Alleen, je gaat in die resources moeten gaan. Want iedereen die was geherallokeerd van jij bent daar en zo ziet het eruit. Nu, om mensen weer te gaan motiveren, je snapt dat het een probleem is. Dat mensen het weer volop in de COVID zorg gaan. Maar dat is dus iedereen die noodzakelijk opgenomen moet worden, die zal een opnameplek ergens moeten vinden. En voor wat betreft vaccineren en gaan testen, zijn er kosten daarvan verbonden? Want mensen klaagden een poosje dat ze moesten betalen voor die zaken. Is het gratis of moeten mensen betalen? We hebben nooit geld gevraagd voor testen, misschien commercieel testen voor het vliegen. Dat was bij de particuliere laboratoria. Maar testen, we hebben ook een tijd gehad waar wij schaars waren aan testen. En we konden dus ook niet mensen die gingen vliegen en niet ziek waren. We hadden altijd gezegd, die testen van de staat, die zijn puur bedoeld voor de mens die dat noodzakelijk heeft vanwege
gezondheidsissues. Maar we hebben ook vaker groepen moeten helpen, zoals sportverenigingen die weggingen, dat we ook gratis hebben geswapt, et cetera. Maar als het puur ging om commercieel reizen, mensen die gewoon op vakantie gaan, dan gingen ze wel bij de particuliere laboratoria om te testen. Daarover kunnen wij geen uitspraak doen, maar de vaccins, daar is er nooit door iemand, mensen mogen dat bespreken. We hebben nooit 1 cent gevraagd voor vaccins. En tweede is, de staat heeft nooit een cent gevraagd om te testen. Het gaat alleen, dus dat is nog steeds zo. We gaan niet, dat is een investering van de staat. Het is de zorg die de staat biedt om het ook zo laagdrempelig mogelijk te houden voor mensen. En niet mensen de kosten jagen en daardoor ook de drempel te creëren dat mensen niet komen testen of vaccineren. En minister, ik weet niet of u op de hoogte bent, maar al een paar dagen hoor ik mensen klagen over een buikgriep. Bent u op de hoogte daarvan? Nee, we hebben, laten we zeggen, het is bekend dat in seizoenen griep, met name influenza, zich aandient. En dat is een trend die je jarenlang al hebt. En in principe is het zo dat we inderdaad in de afgelopen periode de toename hebben gemerkt van influenza. Influenza moet je niet onderschatten. Influenza is de bekende griep, zoals we kennen. Is bijna hetzelfde, dezelfde symptomen, behalve dat van echte luchtwegen. Meer bovenste luchtweginfecties, lichaamspijnen, ziek gevoel, niet willen eten, geen eetlust, braken, soms diarree. Het hangt er helemaal vanaf. Maar bij elk persoon en ook bij kinderen. Kijk, het mooie verschil tussen influenza en COVID is dat kinderen bij COVID bijna niet ziek werden. Dat weten we. Kinderen hadden COVID en niemand wist het, misschien even een loopneus. Het verschil bij griep, bij influenza, is dat juist kinderen heel ziek worden. En daar moet je op letten, want kinderen kunnen koorts ontwikkelen, hoge koorts, met dreigende uitdroging. En dat is dus het belangrijkste om als ouder te constateren. Wanneer het kind koorts heeft, ongeacht de oorzaak, gaat het kind vocht verliezen. Het kind gaat vanwege de kleine oppervlakte, lichaamsoppervlakte, sneller vocht verliezen dan de volwassene. Volwassenen kunnen veel meer vocht verliezen, kinderen niet, hebben die tijd niet. En daar moet je dus als ouder heel snel bedacht op zijn om uit te sluiten wat het geval is. Maar dat je griep hebt, daar moet je dus vaak ook, het is een virus, net als COVID, is self-limiting. Er bestaan geen medicijnen, ik zeg het nogmaals, er bestaan geen medicijnen tegen het griepvirus. Er bestaan ook geen medicijnen tegen COVID-19. Ja? Zo heel blij zijn als dat gewoon met een pil weg kan, maar virussen die moet je kunnen bestrijden, je eigen weerstand gaat dat moeten aanpakken. En belangrijk is dat je de conditie creëert voor het lichaam om wel snel te genezen, zoals rusten, weet je, veel drinken. En eigenlijk zeg ik altijd, ik zie mensen pas als ze ziek zijn, ook als dokter heb ik het gezien, dan komen ze en dan gaan ze dan pas sinaasappel gaan zoeken om te eten, kersen, etc. Ik geef toe, het is niet altijd makkelijk om fruit te kopen vanwege de prijs, et cetera. Maar laten we eerlijk zijn, we geven ons geld wel aan andere dingen soms uit. Maar het is altijd goed om het kind, om je kind en ook zelf, minstens 3 keer per week verse groenten te nuttigen en ook vers fruit. Ik ben geen voorstander van de verpakte sappen. Dat zijn vaak met heel veel suikers en additieven en dat is ook niet goed. Zeker niet voor onze gezondheid. Dus we leven in een tropisch land waar je eigenlijk wel toegang hebt tot fruit en groenten. En dat zouden we moeten stimuleren. En veel water. Dat is belangrijk. En uiteraard hebt u altijd de gelegenheid en wacht u niet tot het laatste moment om contact te maken met uw arts. Want dat is belangrijk. Griep is niet dodelijk. Tenzij je natuurlijk het verwaarloost en het niet monitort. Dat is bij elke ziekte zo. Dus dat is de update voor griep. En als we kijken naar de uitdagingen waarmee het ministerie kan, dan weten we dat zaken niet in alle de subsectoren van het ministerie goed gaan. Bijvoorbeeld China heeft geld gedoneerd voor de zorg en staatsolie heeft ook geld vrijgemaakt voor de zorg. En u bent de minister van Volksgezondheid, dus kunt u ons een beeld geven hoe die gelden geïnvesteerd zullen worden in de zorg? Ja, kijk. Het feit dat landen, maar ook
bedrijven geld vrijmaken voor de zorg, betekent dat er een stukje awareness bij deze, dan zeg het land niet, misschien maar staatsolie in dit geval, dat er een stuk awareness is bij dit bedrijf om te zien in welke mate de zorg of in welke staat de zorg zich bevindt. Wij hebben vanuit het ministerie en ook vanuit de regering een goedgekeurde aparte programma directie gehad binnen het ministerie. Dat is het herstelplan van de zorg, waar de heer Mark Sprenger de directeur van is. Dat is een, hij is aangesteld als programmadirecteur voor het herstelplan. Dit herstelplan omvat, eigenlijk is dit herstelplan samengevat of samengesteld op basis van alle beschikbare plannen die in de afgelopen 10 jaren zijn geproduceerd. En er zijn heel veel plannen in de lades hier te vinden over hoe de zorg reform moet worden, hoe we de zorg weer gezond moeten maken. En wat we hebben gedaan is dat wij in principe met onze eigen Surinamers, onze eigen deskundigen die in het herstelplan zitten, en ik zal u uitnodigen om in deze dagen, zodra de heer Sprenger nu even op vakantie terug is, om met ons te zitten en na te gaan. We hebben dus onze eigen Surinamers gevraagd om alle bestaande plannen die er waren voor ons te screenen en na te gaan welke nuttige adviezen, welke nuttige zaken nu nog actueel zijn en welke wij kunnen lichten om dan te vervatten in één groot plan. En dat is het herstelplan. Eigenlijk als je kijkt, al die plannen, die losse plannen, die zijn zo dik. En ons herstelplan heeft maar 9 pagina's. Omdat we 9 thema's hebben geïdentificeerd. 9 grote onderwerpen binnen de zorg. Die noodzakelijk, dringend en structureel aangepakt moeten worden. We praten over de beloningsstructuur, dat weet u. De financiering van de zorg. Preventie. Inspectieapparaat. Zo zijn er nog een aantal andere zaken, farmaceutische hulp, ombuiging van de Baso-wet. Dus er zijn 9 thema's geïdentificeerd, die zijn in, we hebben ook een website daarvoor, dus kunt u die website op die page zetten zometeen op de video. Het is www.hpz.sr, herstelplanzorg. Je kunt herstelplanzorg.sr of hpz.sr doen. Daar heb je dus alle informatie over de voortgang van dit plan en hoe wij dit uitvoeren. Nou, een van de zaken die we hebben geconstateerd is dat het dusdanig de COVID-19 situatie, maar ook het beleid daarvoor, dusdanige impact heeft gehad op de zorg, dat de continuïteit van bepaalde cruciale diensten in gevaar is gekomen. En over continuïteit praten we over, als u nu naar de SIH zou gaan en u zou een sneeverwonding hebben, of u hebt zich beseerd ergens en u moet gehecht worden, dan kan het best voorkomen dat u van de dokter daar hoort, we moeten u eigenlijk hechten, maar we hebben geen hechtdraad. Ja? Dit is ons bekend. Dit zijn zaken die wij hier, zaken die u hier ziet, die wij dagelijks krijgen. Dus we reageren op heel veel tekorten. De regering heeft ook 100 miljoen SRD vrijgemaakt om deze acute tekorten op te vangen. Maar dat betekent niet dat u denkt dat die 100 miljoen voor 10 jaar, dat wij dan geen problemen hebben. Die is binnen 3 maanden op. Ja? Dus wat ik hiermee wil illustreren is, en ik heb het laatste gezegd bij de RVM, voor de vergadering, bij de journalisten. Er is een stuk vertrouwen die je hebt wanneer je mensen vraagt om zaken voor je te leveren. En dat vertrouwen is geschaad. Dat vertrouwen is geschaad omdat wij als regering hebben getoond in de afgelopen 10 jaren slechte betalers te zijn. En wanneer u een bedrijf hebt en u hebt een bepaalde afspraak en u levert en u levert en u levert op goodwill omdat u mij aardig vindt en ik zeg u elke keer ga u betalen, maar ik betaal uiteindelijk nooit of maar een klein deel en het grootste deel laat ik open. Dan gaat op een gegeven moment u de stoppen ook doorslaan. En dan gaat u zeggen, mij luistert u, meneer Ramadine, vanaf vandaag lever ik niet meer. Tenzij, u pay me, en alle toekomstige bestellingen die u gaat plaatsen, moet u me contant betalen. In die situatie verkeert deze regering, dit ministerie van Volksgezondheid zich nu. En mensen moeten dat goed begrijpen. We geven geen schuld aan mensen, het is dezelfde overheid.
Het is deze minister die dit nu heeft overgenomen. We praten, we hebben nog vorige week twee grote schuldeisers binnen de zorg hier ontvangen. Eén voor labreagentia en één voor radiologische apparatuur. En ik heb gesproken, we hebben gesproken. En ze begrijpen het ook. Ze zeggen, ik geloof uw verhaal best wel dat u naar het IMF stapt en dat u geen geld hebt en andere zaken. Maar wat helemaal vindt mijn money? Want terwijl we praten, moeten er zaken geleverd worden, minister. En dan ga je proberen met. En daar hebben we dus dit herstelplan ook gepresenteerd aan een aantal bedrijven. Staatsolie is het eerste bedrijf welke is ingekomen. Die zegt van luister, we willen helpen. Alleen, u weet, Staatsolie gaat heel zorgvuldig om met geld van de staat, van de belastingbetaler. En wij willen wel weten waar dit geld naartoe gaat. En daar hebben ze alle recht op. Naar zijn fonds, bestuur, die op projectmatige basis verzoeken van ons zal inwilligen of afwezen. En daar hebben we dus ook de richtlijnen voor gehad. Dat wordt uitgevoerd. Er zijn een aantal zaken die wij met name de NICU, daar gaan we hulp zoeken bij de middelen van staatsolie. Omdat de kinderartsen een plan hebben gepresenteerd over de opleiding van NICU-verpleegkundigen. Daar is een bepaald bedrag, x-bedrag voor nodig. Dan gaan we dit plan met ze bespreken. En als dit goedgekeurd wordt, dan is dat een structurele investering, een duurzame investering voor het oplossen van dit probleem van NICU voor een langere termijn. Aan de andere kant moet je de beloningsstructuur en dat gaat via het herstelplan. Dus wat ik hiermee wil aangeven is, ja, er komen gelden. China heeft ook geld gedoneerd. Er zijn grenzen beschikbaar. China heeft dat eigenlijk $200.000 Amerikaanse dollar beschikbaar gesteld ter behoeve van de gezondheidszorg. Wij gaan potentiële projecten, investeringen van ziekenhuizen daaruit financieren. Het ligt niet in de bedoeling dat de oude schulden gaan betalen. Let wel, daarvoor moet je als regering een andere oplossing hebben, een ander traject volgen. We gaan gewoon potentieel. Als u hier wegloopt, gaat u zo meteen zien dat gebouw hier aan de onderzijde. Misschien kunt u het ook filmen. Daar komt de nieuwe high care voor neonaten. Die geboren worden bij het Slans Hospitaal. En dat is een mooie, want hopelijk is het in januari, februari af. Gaan we de opening hebben. Dit gebouw heb ik zo aangetroffen bij mijn aantreden. En ik vond het vreemd, want elke dag loop ik hier en ik zeg, wat is dit gebouw? En toen hebben we gesproken en ik zie potentie in dit gebouw. We hebben ook de financiering hiervan via de staat rondgekregen. Daarvoor mag je een gesprek plannen met mevrouw Halband van het Slans Hospitaal, verpleegkundig directeur, die alles kan vertellen over de high care en de voordelen daarvan. Dus binnenkort, over 2 maanden, zullen we de opening hebben. Vandaag is er overdracht van equipment van Shell. Ook Shell gaat medisch equipment ten behoeve van de high care doneren. Omdat zij ook zien, op een gegeven moment, wat wij vertellen is, ook al heb je geld, het kan best voorkomen, want niet dat u dat geld hebt, u bent ondernemer of u hebt genoeg geld. Dat u ook datzelfde verhaal hoort bij van die arts op de SIH, we hebben geen hecht draad. Dus, we moeten met z'n allen beseffen hoe belangrijk het is om te investeren in de zorg. En wij betalen, nu nog, je hebt de president waarschijnlijk gehoord bij de algemene politieke beschouwingen, de schade en de achterstand die we moeten inlopen is heel groot. Ik moet mijn begroting van de afgelopen 2 jaren, 2020, 2021, eigenlijk 22, 3 jaren, heb ik ingezet. En ik wil u gewoon wijzen. Kijk u hier, dit is een bunch, toch? Dit is een bunch en dit wil ik aan de samenleving ook wijzen. Hier vraag ik autorisatie aan voor het bedrag groot 1.163.000. Middelen ter betaling aan Telesuur voor achterstallige openstaande rekening over december 2015. Tot en met december 2017. Dat betekent dat die regering, en dit is gewoon, dit is die bunch van facturen. U kent deze facturen, want jullie zijn van ATV. Hier, Telesuur toch? Ja. Kijkt u hier, hoeveel reminders er niet gestuurd zijn. Dit is wat we inlopen. Dit zijn gewoon de voorbeelden waarmee ik dagelijks bezig ben. En ik moet dit voor me highlighten bij dit programma, want mensen moeten het weten. Dat die regering niet heeft getoond om willing te zijn om zijn eigen bedrijven te betalen. 2015 met 2017. En waarom kan ik niet tot 2020 betalen? Ammonikba. Dus wat ik vrij heb, probeer ik te betalen. Maar is dit niet belangrijk? Moeten we dit niet betalen en alleen maar investeren in de zorg? Het ministerie moet toch ook draaien? We hebben nu het bedrag groot 500.000 SRD vrijgemaakt. Goedgekeurd. Er is al een resu voor de betaling van SWM. En schrik niet vanaf wanneer die rekening loopt. 2016 tot en met 2020.
Dus dit geef, hiermee geef ik aan, en ik kom op het juiste moment, het is niet bewust dat ik dit hier heb bewaard, want dit is pas net door mij getekend. Het is voorbereid, we hebben alles bekeken wat nog betaald moest worden. En dit is gewoon een voorbeeld, hoeveel en waar de prioriteiten waren. We vragen ons af, inderdaad, meneer Cedric van Samson, een paar monideen. Waar is dat geld naartoe gegaan? Als we zo slecht betalen. Dus u kunt zich best voorstellen dat andere leveranciers met hetzelfde probleem zitten. Maar Telesuur is overheid, dus Telesuur gaat die lijn hier niet sluiten. Omdat het overheid is. Maar een Nipro of een bedrijf die dialyse dingen levert, of een bedrijf die kunstkleppen levert voor het ziekenhuis, die gaat die krant gewoon voor je dichtdraaien, want die zegt van luister, als ik voor een ander land lever, betalen ze me wel. Dus hiermee wil ik aangeven dat hadden wij goed en behoorlijk bestuur gehad, had elke minister netjes zijn rekeningen betaald, had elke minister zich even gecommitteerd aan het inlopen van achterstanden, althans, elke, ik ga ook achterstanden achterlaten, omdat ik ook afhankelijk ben van mijn begroting. Maar ik ga niet ervoor zorgen dat die schade zo groot is voor mijn opvolger. Ik ga proberen zoveel mogelijk te betalen, proberen zoveel mogelijk in te lopen en een net overzicht ook te presenteren aan mijn opvolger van kijk nou, dit heb ik overgenomen, dit is mijn pay, maar dit kon ik niet betalen. Check wat jij kan doen met je nieuwe regering. Zo hoort beleid te continueren waardoor de samenleving niet de dupe wordt. Dus dit is het belangrijke wat ik wil vertellen vandaag, omdat mensen denken dat wij, en dan moet u nog nagaan, dat die COVID-pandemie nog extra druk gelegd heeft op onze financial resources. En dat wij dus een enorme schade hebben gehad en een enorme achterstand moeten gaan inlopen. Oké, minister. U heeft dus ons een heel goed beeld gegeven hoe het aan toe gaat nu in de zorg. Maar terugkomend op dat wat de samenleving bezighoudt, is de toename van de COVID-19 besmettingen. Heeft u ter afsluiting een boodschap voor de gemeenschap? Nou, belangrijk is, na 3 jaren, straks komt het december 2022, is 3 jaren COVID-19, is het belangrijk dat wij met z'n allen beseffen wat COVID-19 is, wat COVID-19 heeft betekend voor ons. Onze leefstijl is daar nog beïnvloed. Wij moeten beseffen dat COVID-19 nog steeds een pandemie-status heeft. Dus de WHO heeft daarvan nog niet afgestapt. Er zijn wel maatregelen die zijn, restricties en maatregelen die wereldwijd zijn versoepeld. Het zou gek zijn dat Suriname nu nog bijvoorbeeld alleen in een lockdown zou zitten of dat we geen passagiers of toeristen willen ontvangen. Dan gaat je economie ook kapot. Wij willen hebben en dat uiteraard de samenleving goed geïnformeerd blijft. We hebben een voorlichtingsstrategie uitgezet de komende periode, waar we de mensen gaan voorlichten, bewust maken van het preventief leven om besmettingen tegen te gaan. Elk deel, elk persoon, elk individu kan daartoe een bijdrage leveren. We gaan naar een komende periode waar er heel veel gefeest zal worden. Daar houden we ook rekening mee. Ik zeg nogmaals, het is heel belangrijk dat we de mohana niet vergeten. De mondkap zeker bij slecht geventileerde ruimte en grote samenkomsten. Handen moet je altijd blijven wassen. Dat is niet alleen goed voor, tegen COVID-19, maar ook tegen allerlei andere infectieziekten zoals pokken en griep en andere dingen. En waar het, als het kan, als het mogelijk is, hou afstand. Ik bedoel, als je collega ziek is aan het werk, motiveer die persoon van, hey, zet je mondkap op als eerst, één. Want ik kon niet ziek worden. Ik zet de mijne ook op, maar zet de jou ook op, want je bent nu ziek. Ik weet het niet als je COVID hebt. Als het kan en je behoort tot het risico, ga swabben. Er is een swabmogelijkheid. Ben je intussen ook al gevaccineerd? De regering heeft nog, het ministerie heeft nog vaccins. Ga je vaccin halen, beschermd. Dat is bewezen. Want door vaccineren zijn we vandaag in deze situatie dat we weer een beetje vrij. En dat zijn zaken waarmee je gewoon rekening mee moet houden. Elkaar motiveren, elkaar stimuleren. Iemand kan me na 3 jaar, sorry met alle respect, niet komen vertellen, ik weet niet wat COVID is. Als je dat, natuurlijk misschien iemand die ja, heel oud is en niets volgt, maar niet begrijpt. Maar zelfs kinderen op de school weten hoe je handen moet wassen, waarom je het moet wassen, hoe belangrijk het is om preventie door te voeren. En ik denk dat met z'n allen, met ons allen, wij kunnen bijdragen dat we een gezonde, veilige samenleving hebben voor elkaar. En dat willen we allemaal hebben. Ik bedoel, we vrij leven, maar hou rekening mee dat er nog steeds dreigingen zijn. Dat we dingen. En onderschat het niet, er gaan nog steeds mensen dood. En dat zijn zeker personen met onderliggende ziektes, mensen op leeftijd, mensen met immuunafwijkingen, afweerstoornissen.
die groep kan nog steeds heel erge complicaties krijgen, dat zelfs de dood een gevolg kan zijn. Dus we rekenen erop, we hopen, en we zullen ook de komende periode u ondersteunen als ministerie om door deze fase ook heen te komen. En u gaat uw bijdrage als media leveren door onze bekendmakingen, onze voorlichtingen, onze sketches en wat allemaal wat we gaan doen de komende periode om de samenleving gezond te houden. Zo, kijkers, zijn gekomen aan het eind van het eerste deel van In Gesprek Met. Hierbij hebben we de minister van Volksgezondheid, Amara Madin, gehoord over een aantal belangrijke zaken in de gezondheidssector. Gaat u niet weg, want mijn collega Arantxa Suwido heeft een tweede deel voor u. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Dankjewel Richelle voor de aankondiging. Vandaag praten wij, of in het tweede deel, praten wij met Jamal Janssen. Hij is dus business owner en dan kijken we naar het marketinggedeelte. En dat is Benjamin Janssen Business Support. En hij zit ook in de Surinaamse wine sector. Dus het is natuurlijk gepast dat we met hem praten als jonge ondernemer. Jamal, welkom in ons programma. Dankjewel. Oké, dan gaan we gelijk met de deur in huis vallen. Meneer Janssen, ik heb net gezegd, je zit in twee verschillende branches. Vertel ons, wat ze beide eigenlijk inhouden, separately? Nou, om te beginnen bij de marketingsector. Wij doen eigenlijk de promotie van diverse bedrijven op social media. En eigenlijk social media en eigenlijk ook de algemene branding van een bedrijf. De wijnsector spreekt voor zichzelf, we maken Surinaamse wijnen en die brengen we eigenlijk op de markt voor de klanten in Suriname en het buitenland. Oké, en hoe lang onderneem je al? Nou, met de twee aparte bedrijven eigenlijk, totaal eigenlijk 5 tot 6 jaar. Oké. En je doet dat 5 tot 6 jaar, dus er zit toch wel wat ervaring in. Hoe ervaar je de ondernemerswereld tot nu toe? Het is eigenlijk best uitdagend. Maar het leuke ervan is, je blijft leren sowieso. Het is je leert elke dag iets nieuws, het blijft interactief, het houdt je eigenlijk constant bezig. Het motiveert je, heel veel discipline is nodig. Maar is toch wel, in the end of the day heb je toch wel de vruchten van kunnen plukken. Ja, je hebt aangegeven, het is challenging eigenlijk, toch wel challenging, want eigenlijk vanzelfsprekend, dus vele mensen weten dat niet als je onderneemt, loop je ook tegen je eigen challenges aan. En wat zijn challenges waar je dagelijks tegenaan loopt? Dan kijken we gewoon in het algemeen. Nou, het feit dat je eigenlijk, je hebt dagen waarbij je eigenlijk zegt, sowieso eind van de maand kennen wij als ondernemers niet. Je gaat eigenlijk dagelijks ervoor moeten zorgen dat jouw eind van de maand gedekt is. En soms loopt het wel, soms loopt het niet. Maar ondanks alle situaties moet je eigenlijk door blijven gaan. Je bent afhankelijk van de klanten. Je hebt je eigen tijden, je kan bespreken. Maar je hebt soms ook geen 7-3 en daarna ben je vrij. Je hebt lange nachten. Je moet alles gewoon door blijven gaan. Dus dat zijn eigenlijk een paar van de challenges. Maar toch wel de dingen die maken wat ondernemer is. Ja. Oké, dan gaan we nu naar het financiële aspect. We weten allemaal dagelijks, we worden geconfronteerd met een steeds stijgende koers. En als de koers gaat stijgen, dan gaan de prijzen natuurlijk van de meeste goederen ook toenemen. Gaan we even bij het begin staan. Hoe ervaar jij, als je vergelijking moet maken, toen je pas begon met ondernemen, de financiële situatie toen, als je het nu in vergelijking moet brengen met wat de huidige realiteit is? Ha, het is een super groot verschil. Laat zeggen 3-4 jaar terug. Ondernemen was eigenlijk nog soepel. De prijzen waren nog gangbaar eigenlijk. Je kon nog eigenlijk een vaste prijs behouden. Als je vandaag een prijs aanstelt met alle, op basis van al je berekeningen, kom je nog uit voor de beste, laat zeggen, tenminste voor de komende 6 maanden. Maar tegenwoordig, met alle koersstijgingen en de prijsfluctueringen, kan je moeilijk een prijs vastleggen. Omdat je dan vandaag een prijs zet en morgen is product A verhoogd, waarbij jij moet gaan aanpassen.
om te zeggen, als we praten over de wijnsector bijvoorbeeld. 2 tot 3 jaar terug hebben we een aantal flessen laten halen. Laat zeggen 5000 stuks flessen laten halen uit het buitenland. Want helaas kunnen we onze flessen niet in Suriname vinden. En die flessen hebben we gehaald met een koers van stelles 10. En nu is de koers 30. Waarbij we nu eigenlijk weer moeten laten halen. Maar je begint eigenlijk geheel weer bij nul. Want je hele winstmarge is verdwenen. De prijzen zijn 2 tot 3 maal verhoogd. Waarbij je eigenlijk gewoon steeds opnieuw begint eigenlijk. Ja, en als ondernemer is het lastig, want het is een hele setback eigenlijk in je onderneming. En wat voor effect heeft die stijgende koers, want we moeten niet uit oog verliezen dat het aan het stijgen is. En wat voor effect heeft het op, behalve de prijzen waar tegenaan je aankoopt, waar tegen je aankoopt, maar ook in hoeveel mate mensen afnemen bij je, dus de koopkracht. Wat voor effect heeft het erop? Kijk, als bij onze onderneming, of ja, ik probeer altijd nog een beetje redelijk te zijn met de prijs. Maar je wilt jezelf eigenlijk ook niet in de vingers snijden. En we krijgen bijvoorbeeld vaak de vraag van, ja, Surinaams product, waarom zo duur? Als ik een voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld, een bouw suiker tegenwoordig is dat 1500 geworden. De vruchten die we inkopen zijn 6000 naar 10.000 gegaan. Alle soort aspecten maken eigenlijk dat je genoodzaakt wordt je prijzen aan te passen. Maar in hoeverre kan je aanpassen? Want je gaat ook niet zodanig aanpassen dat mensen het niet meer kunnen kopen. Anders zit je uiteindelijk ook met de producten. Dus het is eigenlijk een hele dilemma eigenlijk voor ons als bedrijf. Om te kijken van oké, hoe ver verhogen we. Eigenlijk nu kan ik zeggen dat we eigenlijk dingen zoals winst maken bestaan bijna niet. Omdat je eigenlijk de samenleving nog steeds tegemoet wil komen. Als je eigenlijk zegt van oké, weet je wat, ik kom er helemaal niet meer uit. Ga je nog een beetje klein. Elke kleine verhoging heeft een grote impact op het bedrijf. Want je gaat daar weer geklaagd worden. Wat begrijpelijk is van de mensen. Dus het is echt moeilijk, want je komt er gewoon niet onderuit. Ja, maar de realiteit leert ons wel. De prijzen blijven natuurlijk stijgen, dat is echt de realiteit. Dus ik ben echt benieuwd, hoe proberen jullie nog steeds het balans te vinden om te zeggen, we zijn niet te duur, maar we overleven het nog net. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Nou, wat we eigenlijk doen als onderneming, kijk, ik ben fulltime ondernemer, maar we hebben in de winery hebben we ook nog onze CEO. Die heeft ook, die werkt ook bij de staat. Waarbij eigenlijk zijn inkomsten eigenlijk nog eigenlijk als ondersteuning zijn voor ons bedrijf. Mm. Dus als we eerlijk moeten zijn, als het alleen op ons was, gewoon als ondernemers vanuit ondernemerskant uit, hadden we het helemaal niet gered zonder eigenlijk Die extra steun. Ja. Oké, en dan kijken we naar Benjamin Janssen Business Support. Ja. Toch, dat is een branche waar je dus marketing doet, gaf je aan, dus voor verschillende bedrijven. Heb je verschil gemerkt in hoeveel bedrijven je benaderen sinds de economische situatie? En hoe ga jij ermee om als... Kijk, het leuke van dit alles is, ik ben in 2 verschillende branches. Bij de marketingkant eigenlijk is het meer business to business. En bij de wijnkant is het business to customer. En business to business, zoals jij zei, merk je eigenlijk, omdat wij genoodzaakt zijn, of in de marketingbranche ben je eigenlijk genoodzaakt te factureren in dollars of in valuta. Waarbij je eigenlijk niet echt, daar heb je niet echt een speling met als bedrijf zelf, niet echt te kampen met de prijsverschillen. Als de koers omhoog gaat, gaan de prijzen omhoog, maar jij kan dat nog compenseren en balanceren. Maar voor de bedrijven die eigenlijk in valuta moeten betalen, is het heel moeilijk om aan de valuta te komen. Waarbij ze graag in SRD's betalen, maar op de duur worden 1 op 30 bijvoorbeeld, wordt dat ook zelf veel voor ze. Waarbij je heel veel bedrijven krijgt tegenwoordig die afzeggen van de marketing, of een andere methode willen zoeken, of hun budget verminderen, of dergelijke. En budget verminderen is minder promotie, waarbij automatisch het ook gaat aan je sales. Dus het is een hele kring eigenlijk van verbanden die eigenlijk door eigenlijk de prijsfluctueringen en de stijgende koersen te maken hebben. Oké, en ondanks deze hele moeilijke situatie waar jullie de dagelijks mee te kampen hebben, waarom kies jij nog steeds ervoor, of waarom kiezen jullie als bedrijf nog ervoor om te blijven staan en eigenlijk door te gaan met jullie onderneming? Suriname heeft ondernemers nodig. En door ondernemingen eigenlijk
kunnen we dit land eigenlijk verder op, los van de stad. Als we meer mensen krijgen die gaan ondernemen, kunnen we Suriname zo een beetje beter en sneller laten opbouwen. Ondernemen is eigenlijk, ons groter doel eigenlijk is om Suriname op de kaart te brengen qua ondernemingen en qua bedrijven. En met dat mooie plaatje vooruitzien, proberen we niet op te geven. Omdat we een mooi doel hebben met Suriname, voor de productie van Suriname, proberen we nog dat vast te houden. Want ondernemen is een mooi vak, is een mooi ding. Ongeacht alle mindere zaken, maar is ondernemen toch wel iets waarvoor je hart en passie moet hebben. Dus het is op zich wel een mooi ding waarbij we eigenlijk die we niet willen verliezen. En je hebt twee mooie dingen aangehaald. Je zei Suriname heeft ondernemers nodig en jullie proberen Suriname op de kaart te plaatsen. En dat is wel die drive die ik bij de meeste jonge ondernemers heb gezien. En dat is eigenlijk waar we als land dankbaar voor zouden moeten zijn. Maar als we kijken naar Suriname heeft ondernemers nodig, vind je dat er vanuit de overheid wel genoeg gedaan wordt om ze daadwerkelijk die push te geven die ze nodig hebben? Helaas niet. Of persoonlijk, je hebt wel bepaalde instanties die zeggen van hey, ik ondersteun jullie, maar in hoeverre worden nu eigenlijk geondersteund? Aan de andere kant vraag je ook af, als de overheid alle bedrijven moet gaan ondersteunen, dan houdt het ook weer helemaal op. Mm-hmm. Dus ik snap wel die gebondenheid van de overheid, dat ze eigenlijk niet kunnen. Maar ik mis toch wel tenminste van, die acknowledgement van, ik zie waarmee je bezig bent. Simpele dingen eigenlijk als we als ondernemers, bij mijn branche althans, wat een heel groot verschil zou kunnen uitmaken, is als we bijvoorbeeld qua invoerrechten of het laten halen van de producten, als dat bijvoorbeeld via een of andere ministerie kan gebeuren of via een of andere instantie kan gebeuren voor de versoepeling van de invoerrechten of de inklaringskosten, dan zou dat al heel wat uitmaken. Ja. Maar die invulling van de staat missen we wel. Ja. En de meeste ondernemers zijn ook wel de mening toegedaan dat eigenlijk het beleid van de regering dat het daar misgaat, waardoor het iedere keer weer drukt op de onderneming. Kan jij je terugvinden in zo'n stelling? Sowieso. Het beleid van de regering eigenlijk, kijk, ik wil niet te politiek gaan maken, maar alle richtlijnen hoe het land draait en zelf komt van de regering uit. Dus eigenlijk de grootste blame, kan je zeggen, ligt inderdaad bij de regering. Hoe het beleid die ze moeten uitstippelen eigenlijk voor de ondernemers. Dat eigenlijk is nog niet zo ver of niet zo best aangepakt. En heb jij zeg maar een idee wat voor beleid gevoerd kan worden op kort termijn? Dat eigenlijk een soort tegemoetkoming gaat zijn vanuit de regering naar de ondernemers van kijk, ik doe dit. En jullie hebben zoiets van ik ben nu toch wel een beetje geholpen, dat water zakt een beetje naar hier om zo te. Want nu zijn jullie letterlijk hier met het water, je probeert letterlijk te overleven. Dus heb jij een idee, zeg maar, enigszins op kort termijn wat gedaan zou kunnen worden? Zoals ik al zei, bijvoorbeeld heel wat bedrijven die binnen de afgelopen 5 jaar zijn gestart, sluiten zonder die steun die ik bijvoorbeeld kreeg als bedrijf. Van onze eigen mensen althans. Dus als we mochten zeggen dat we die bepaalde steun kunnen krijgen vanuit de regering, en dan heb ik het over de nodige zaken. Kijk, bij mijn onderneming bijvoorbeeld is het hoog nodig, dat zijn de flessen bijvoorbeeld, zijn de etiketten, zijn de dergelijke soorten om de wijn te verpakken. En dat halen we vanuit het buitenland. En los van het laten halen, de kosten die je hier bij moet betalen voor de inklaring, voor de invoerrechten en dergelijke, die lopen allemaal nog op. En met de koers die constant stijgt, maak je een berekening voor zo'n bedrag. Uiteindelijk betaal je zo'n bedrag. Dus als er bijvoorbeeld tenminste voor zulke dingen een marge kan komen, bijvoorbeeld van voor ondernemers die x aantal producten laten halen, is er zo'n koers of iets dergelijks, of invoerrechten vrij, of dit vrij, of dat vrij, of tenminste via één bepaalde inklaarder, die zegt van kijk, normaal bedrag is dit, maar de ondernemers betalen zo'n bedrag. Denk ik dat dat voor een korte tijd een beetje beter zal werken. Oké, dus je hebt zoiets van, er zijn genoeg oplossingen, het is eigenlijk gewoon dat het uitgevoerd moet worden. Je haalde ook een ander punt aan, dat is Suriname op de kaart plaatsen. Dan denk ik meer dat je het hebt over de Surinaamse wijn, toch? In hoeverre vind jij het nog haalbaar of nog realistisch als we naar de economische situatie kijken? Want natuurlijk, alles kost geld. Dus in hoeverre is dit volgens jou realistisch?
Realistisch kan het nog altijd zijn. Het is een droom. Mm-hmm. We proberen het realistisch te houden. Maar laat zeggen, als ons doel was om dat binnen 2 jaar te doen, is het helaas verschoven naar 5 jaar of zelfs tot 10 jaar. Maar het is nog steeds zo'n... We proberen het realistisch te houden door eigenlijk door te gaan. En op het moment dat je door blijft gaan, eigenlijk de promotie, we proberen banden te leggen met het buitenland, om eigenlijk... Suriname, ondanks... Want Suriname staat eigenlijk een beetje slecht op de markt, in de wereld. Om toch een beetje de leuke aspecten en de goede dingen van Suriname naar voren te brengen. Oké, prima. En wat voor tip heb jij voor de jonge ondernemers die nu kijken? En je hebt natuurlijk mensen die opkijken naar business owners. Wat is jouw tip, ondanks de moeilijke situatie? Dan mag ik je vragen om in de camera te kijken en ze de tip door te geven. Nou, mijn tip is eigenlijk ongeacht dit alles. Onthoud sowieso waarom je bent begonnen. Zoek jezelf naar die passie, het vuur waarom je eigen bedrijf hebt gestart. En ga vooral door. Je hoeft dan niet per se zo groot door te gaan. Maar in deze periode eigenlijk is het belangrijk om alles op een rij te plaatsen. Doe je back-end, maak je huiswerk bijvoorbeeld qua business. Organiseer je strategie, bedenk nieuwe plannen. Zodat wanneer dingen een beetje beter zijn, dat je eigenlijk gewoon dan verder kan gaan. Dus blijf niet stilzitten. Je kan nog altijd gewoon blijf jezelf scholen in jouw branche. Doe wat en blijf gewoon nog steeds actief. Nou, dankjewel voor je tip. Dat waren hele wijze woorden. We wensen je natuurlijk heel veel succes toe. En dat je ondanks de situatie nog steeds probeert hetzelfde vuur dat je de mensen hebt gezegd om te zoeken, nog steeds jezelf te blijven zoeken. Kijkers, u heeft het zelfs gehoord. We hebben met Jamal Jansen gesproken van Benjamin Jansen Business Support. En hij is ook onderdeel van Brahesia Winery. Dat is dus de Surinaamse wijn. Een van de Surinaamse wijnbedrijven. We hebben kunnen merken dat de rode draad in dit alles was dat de ondernemers het enorm moeilijk hebben vanwege de economische ontwikkelingen van ons land. Maar desondanks geeft meneer Jansen als tip om niet te blijven stilstaan, maar door te gaan met hetgeen waarmee je begonnen bent. Dat was het voor deze aflevering en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.